Kunt u eens vertellen wat het is of wat het idee is? Het idee, het is allemaal afvalmateriaal, behalve de sinaasappeltjes. Die komen van de Xenos voor 1 gulden per stuk. En verder, dit zijn sinaasappelkistjes, voorkanten. Dit is roestvrij staal. Dit zijn blokjes van de kinderen, die er niet meer mee speelden. Dit zijn vleugelmoertjes, dat geeft het blaadje van de sinaasappel weer. Die wielen, die zijn van de tussenhouders van pellets. Maar hoezo deze vorm? Waarom deze kistjes op elkaar gestapeld? Omdat ik deze platen gevonden had. Die platen had ik gevonden. En dat dicteert de hoogte van de kast. Maar het is eigenlijk gewoon een kast dan? Het is een kast. We hebben hem thuis staan en daar zitten kaarsen in en fototoestellen in. Dus het heeft eigenlijk gewoon een praktisch nut als kast? Ja. Maar is het een kast of is het kunst? Nee, het is een kunstige kast. Is het een doos? Kan je het eraf halen? Het dekseltje kan eraf. Ja. Ze maakt dus alleen maar het schip plaat. Kun je er nog iets in stoppen? Zie je iets? Durf je dat? Ja. Dat durf ik dus niet, maar deze zelf wel. Aan de kop? Nee, aan de zijkant. Heel dun. Ja. Ja, en het is ook hol. Het zijn platen van klei die ze dan... Moet ook wel een andere barsten natuurlijk. Ja. En ze was heel erg bezig met Jona omdat hij zijn roeping niet volgde. En dat gevoel had ze zelf ook. Het stelt een Bijbels verhaal voor de stad Nineveh eigenlijk. Ik weet niet of u dat kent. En de profeet Jona die daar naartoe moet om... De profeet heb ik wel eens van gehoord, maar die stad... Die dan uiteindelijk in die vis terechtkomt, in de zee. Oh. Ja. Maar dat is ook een verhaal van Jona en de walvis. Ja, dat is hetzelfde verhaal, ja. Hetzelfde. Ja. En ik vond het zo mooi, dat in het Hebreeuws betekent Nineveh stad van de vis. En dat vond ik zo frappant dat hij wegloopt voor die stad, maar dat hij wel in de vis terechtkomt. Maar u zegt, u bent daar zelf vrij veel mee bezig. En het verhaal, zei u net, is dat Jona de mensen ging oproepen om zich te bekeren. Dat zou hij moeten doen, maar daar loopt hij voor weg. Ja. En hoezo bent u daar dan nu mee bezig, als ik vraag me? Oh, nou, omdat ik mij daar voor mijzelf soms ook afvraag. Of ik afvroeg toen in die tijd, want ik heb het al een paar jaar geleden, maar of ik niet wegloop voor dan wat ik moet doen in het leven. Zo. Ja, dat ik daar... soms wel twijfels over had of ik wel deed wat ik moet doen. En dan bedoel ik ook wat ik vanuit mijn hart moet doen hier. Ik bedoel niet wat ik van buitenaf opgelegd krijg, maar ja. U bedoelt niet letterlijk uw qua beroep of... Ja, ook wel, ja. Ja, want ik dat heeft ermee te maken. Ik heb een studie gedaan en best wel een lange studie. En ik ben daar dan, ik heb daar ook in gewerkt, maar ik ben daar uiteindelijk mee gestopt omdat ik daarin vastgelopen was. En het speelt toch nog altijd zo van, ja, moest ik daar niet in verder of zo? Of ik ben nu met kunst bezig, maar dat is ook een beetje, nou, dat is wat vanuit mijn hart ik graag wil doen. En bent u er nu een beetje uit? Welke richting? Nog niet echt helemaal, maar dat is niet erg. Oké, ik heb ook nog één aan die kant. Een foto, daar was alleen de maakster niet bij. Familie, kind en ouders erbij. En ze staan allemaal in een soort blokkendoos. Ze zijn allemaal in hun eigen huis. Die zelf op een
opstapeling manier opgestapeld is. Kind heeft wel invloed gekregen van vader en moeder, maar ze raken elkaar toch niet helemaal, want ieder heeft zijn eigen wereldje. Het meisje in het midden, dat is... Het is het kind. Het kind. En de moeder en de vader. Het kind in het algemeen, of is het een specifiek bestaand kind? Of? Het kind algemeen, ja. Ja, ja. Heeft er natuurlijk ook iets met mijn jeugd te maken. Dat je wel veel krijgt van je beide ouders, maar je blijft in zo'n soort eigen gemaakte blokkendoos, eigen gemaakte blokkenkasteel, waar je steeds je eigen wereldje zelf moet creëren. Maar het is wel op zich een hele vrolijke voorstelling. Of, ja, het is ook niet droevig. Nee. Maar kunt u voorstellen dat ik dacht even van, dat u zegt van het meisje moet toch haar eigen wereld telkens min of meer creëren. Dat het op mij een beetje overkomt als zijnde eenzaam, een eenzaam kind. Of, nou, ieder individu is eenzaam. Je moet het toch zelf doen. Ik reis graag naar gebieden waar niet veel toeristen komen, waar de natuur heel ongerept is. En dan zoek ik plekken die ik uniek vind. En daar neem ik heel veel tijd voor en dan maak ik wandelingen. En dan zoek ik unieke beelden, dus dit is ook zoals het is. Ik doe niks met Photoshop, dus voor mij is vooral de uitdaging om hele mooie beelden te vinden. Het is heel moeilijk in te schatten hoe groot het eigenlijk is, hè? De ijsrotsen. Ja, als je hem zo ziet liggen, is hij ongeveer 2 meter. De ijsblokken? Ja, dus de totale lengte van hier tot hier. En waar zit u zelf dan in het water? Nee, ik was hier aan het wandelen in een gletsjergebied. En ik ben iets van het pad afgegaan. Dan moet ik wel heel voorzichtig zijn. Dat je niks overkomt. Dan ben ik heel laag gaan zitten. En dan neem ik heel veel tijd en rust en de licht. En dan heb ik dit zo gevonden. Dus ik zit zeg maar daar waar diegene achter jou staat. En nou, dan vind ik dat beeld en dan leg ik het zo vast. En wat is het nu waarom u zo graag naar dit soort plekken toe gaat? Het is heel puur. Je ervaart de schoonheid van de natuur, maar ook de nietigheid van de mens. De aarde is heel mooi, dus voor mij is het ook dat je ziet hoe mooi de aarde is, maar dat ook het bewustwordingsproces dat je het zo hoort te houden. En je leert ook heel veel van dat soort reizen. En hoe komt u dan weer zo terug van zo'n reis? Ja. Hoe werkt dat? Bent u dan veranderd? Nou, dan heb je... Verandert niet, maar wel, meestal heb ik wel een omgekeerde cultuurschok. Dus als ik dan terugkom, heb ik tijd nodig om wat je hebt gezien te verwerken. Maar ook in Nederland is natuurlijk heel druk en heel vol. Ik woon hier in Amsterdam, dus mensen die elkaar schelden, afval op straat. Dus ik neem dan echt de tijd om zo'n reis en de beelden die ik heb gezien, om die een plek te geven. En de volgende reis, waar gaat hij naartoe? Nou, dat weet ik nog niet. Ik hoop terug te gaan naar Groenland, maar dan een ander gebied. Maar dat is vrij kostbaar, dus dan moet ik voldoende geld gespaard hebben om dan weer daar naartoe te gaan. Mama, ik wil het even toelichten. Ik wil, ja, aangezien de fotograaf er zelf niet bij is. Nee, niet zo. En dat vind ik leuk dat u er wel bij bent. Ja, ik ben oma, hè. Ja, en u stelt nog een foto. Ja. Ja. Hoe was dat om zo op de foto te gaan? Ja, nou, ze kwam bij mij foto's te maken. Ze zei, maar oma, vind je wel leuk, ze moet meenemen. Ik had nog verkleding bij me zo. Ja. En, maar dus heb ik ineens zo'n inspiratie. En dus zegt ze, ik neem onze twee dingen. Ja. Ik zeg, wat gaan we doen? Ik zeg, ja, maar niet verder dan zo, zei ik tegen. Ah, dus dit heeft u bepaald? Tot hier in de Nou verder. Ja, het zit zo ver, hè. Zo. Ja. 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 Dus, nou ja, ik zeg, ik vind het prima hoor, dus zo doen we. En dan de laatste. Daar kan ik helaas niet de maker naar voren roepen, want de maker is er niet. Zij heeft echter een delegatie van haar moeder en haar oma gestuurd. Het gaat om de foto hierachter.
1982 versus 1924. De maakster is mevrouw A.C.M. van der Tocht. Hoe heet u toch? Annemieke van der Tocht. Daar hebben wij de moeder en de oma. Gefeliciteerd. Dank u. In een heel eenvoudige, maar doeltreffende compositie, door dat donkere kamer erachter, zien je eigenlijk vier zuilen bijna, die dragen uw familie. En je kunt ook zien dat het familie is. Die benen lijken op elkaar, op een bepaalde manier. Er is niks moois aan, zou je kunnen zeggen. Er is niks verborgen, het is niet geflatteerd. Maar de uitsnede, de keuze dus voor dit lichaamsdeel en de eerlijkheid die daar in die foto zit, die waarderen wij zeer. En daarom gaat zij door naar de halve finale met deze foto. De winnaars. Hoe voelt dat nu? Ja, geweldig. Ik denk, dat hoor ik nu. Ja. Een oma en een kleindochter. Ik denk, ja, dat ben ik. Tenminste, mijn kleindochter is er dan niet. Maar goed, die kon niet vandaag. En dat was wel heel erg jammer. Dat vinden we nou helemaal natuurlijk jammer. Ja, ze moest werken. Ja. Dan moest je dat weer opzeggen. Dus dat kon ook weer niet. Nee, dus ja, maar mijn dochter zei, nou, dan wil ik het wel doen. Maar u krijgt beroemde knieën inmiddels dan. Ja, ik heb één knieoperatie gehad. Een nieuwe knie heb ik. Aan de rechterkant. Ja, deze. En daar kon ik meteen alweer goed mee lopen. En nog rechtgezet ook dat been. Dus ik bedoel me zo. Het is goed gegaan. Ik heb er eigenlijk na die 30 jaar last meer van gehad. Gelukkig, ja. En hoe weet u, dat is dan uw dochter, hè? Die heeft de foto gemaakt. Ja. Hoe is ze zo op het idee gekomen? Ja, mijn dochter die werkt dus altijd van het borrelt opeens op. In 5 minuten bedenkt ze dit. En dat neemt ze dan ook zo'n foto en klaar. Zo heeft ze meerdere foto's van mijn moeder gemaakt. Omdat ze juist het accent wil leggen op jong en oud. En dat is dus een beetje. Ja, het komt helemaal vanuit haarzelf. Ja. Ze bedenkt het niet van tevoren. Jammer dat ze er niet bij is. Het is heel jammer. Maar aangezien zij anders werkzaamheden voor 2 weken lang moest laten vallen. Ja. En nogmaals, zei zij, ik ben er toch niet bij, mam. Ze komt toch terug in Eindhoven. En ze komt naar Eindhoven en ze is al helemaal geïnformeerd. Dus ze is helemaal natuurlijk blij en wij zijn heel erg blij met haar. Trots. Ja, zeker trots. Ja.